En daar gaan we door het poortje. Op naar waarschijnlijk de moeilijkste gym battle in deze game. Yo Nintendo fans, zijn jullie klaar voor de ultieme test voor Wilbo, Ronald en Don? We moeten vandaag namelijk in deze Fire-type only challenge gaan battelen tegen Nessa. En Nessa is de gymleader van de tweede gym in Pokémon Sword and Shield en zij heeft water-Pokémon. Dus dit wordt zo lastig. Maar als we dit kunnen, dan kunnen we alles met ons vuurteam. Oké, ik moet ze even ready maken. Ga maar eerst even uitrusten, jongens. Jullie hebben je rust hard nodig. En dan moet ik even items gaan shoppen. Ik ga nog meer super potions meenemen. Voor de zekerheid ook wat Paralyze Heals. En doe er ook nog maar 4 revives bij. Oh, man. Ik zie hier zo erg tegenop, hè, tegen deze gym. Dit wordt denk ik gewoon de moeilijkste gym in de hele game. Als je vandaag voor het eerste video van mij kijkt, druk even sowieso op die rode abonneerknop hier beneden en kom bij de Rikachu Army. En als je niet weet wat te doen, wij gebruiken dus alleen vuurtype Pokémon om deze game uit te spelen. Nou, maakte iemand mij erop attent dat ik een klein beetje aan het cheaten ben. Omdat Don in de eerste fase Rolly Collie alleen nog Rock is. Maar nu is die Rock en Fire, dus dit mag. Maar ik was dus even vergeten dat Rolly Collie alleen maar een steentype was. Oké, hier gaan we naar de gym van freaking Nessa. Ik vond Nessa altijd een hele coole gymleader, maar nu ben ik echt serieus bang voor haar. Trouwens, mijn haar is heel lelijk. Sorry dat ik mijn kapsel heb veranderd. Het ziet er niet uit, ik weet het. Oké, dan. Oh man, ik ben nu al bang voor al dat stromende water. Als ik één keer daaronder ga staan, zijn al mijn Pokémon al down, jongens. Dat is toch niet te doen, deze gym. Hij zegt even hoe we deze gym moeten oplossen. Dat weten we natuurlijk, want ik heb deze game wel al de normale manier uitgespeeld. Als je dat wil zien, check even de link hieronder in de beschrijving. Oh man, daar gaan we dan. De vraag van de dag is trouwens, wat is jouw ultieme vuurteam? En dat gaat niet per se over deze game. Dat mogen alle vuur-Pokémon zijn die er bestaan. Wat zijn jouw 6 beste vuurtypes en welke passen er goed bij elkaar? Daar moet je ook even over nadenken, want sommige zijn dus vuur en een ander type. En dat is sowieso handig om te hebben. En hier gaan we dan, met een Timple. Ik ga gewoon keihard Ronald gebruiken in deze gym, omdat Ronald super snel is. Ronald is bijna altijd, denk ik, als eerste als we een Pokémon gaan slaan. Terwijl Wilbo en Don, ja, die zijn niet zo heel snel. Don is wel echt heel sterk, maar die is dus niet snel. En ja, die is dus rock en vuur, dus dat is 4 keer weakness tegen water. Daar word je niet heel erg blij van. Dus ja, eigenlijk moet Reboot het gewoon gaan doen. Ronald, al mijn vertrouwen ligt op jou, jongen. Kom op, double kick hem. Ja, dit gaat sowieso wel lukken. Timple hebben we verslagen. We hebben de eerste water-Pokémon verslagen, jongens. What? Eens even kijken. Nou, we gaan nog geen leveltjes omhoog. Maar oké. Stap 1 is genomen. Wij kunnen dit, jongens. Zeg ik nu. Deze trainer is natuurlijk nog lang geen Nessa. Nessa is veel beter. Nessa heeft meer Pokémon. En ondertussen gaan we even dit simpele puzzeltje oplossen. Het is eigenlijk gewoon lopen naar de schakelaar waar je naar... Ik wou zeggen, het is gewoon lopen naar de schakelaar waar je naartoe moet. Oké, dat lijkt ook zo te zijn dan. Oké, let's go. En hier is de tweede gym persoontje. Welke Pokémon heb jij? Krabby! No! Er is trouwens een Gigantamax Kingler. Die is best wel tof. Oké, Krabby is level 20. Wij zijn 25. Je zou denken dat we dat gewoon moeten kunnen redden, toch? Met double kick. Maar, oh, dit gaat lang duren. Dit gaat lang duren. Oh, gosh. Oh, nee, Whirlpool. Nee. Oh, oké. Het doet helemaal niet zo heel veel pijn. Dat is chill. We zijn natuurlijk wel trapped nu, dus dat is op zich een probleempie. En deze uitdaagster heeft 2 Pokémon. Ze heeft een Krabby en nog een Pokémon. En Krabby heeft een aardige defense. We gaan hem helaas niet killen in 2 beurten. Dat is eigenlijk wel wat je wil. Een Pokémon verslaan in maximaal 2 beurten. Dat is wat we moeten willen. Dat is wat we moeten proberen. Want ja, 1 aanval kunnen we vaak wel overleven. Maar 2? Whirlpool gaat op zich wel aardig. Maar als we straks bijvoorbeeld de Bubble Beam op onze bakkes krijgen, die doet wel iets meer pijn dan Whirlpool, ben ik bang. Krabby hebben we in ieder geval neer. Dus dat is lekker. Dat is 1. En dan, wat gaat er dan gebeuren? Oké, geen leveltjes omhoog helaas. Corphish is de volgende. Oké, Corphish. Dat is denk ik opnieuw een Pokémon met een aardig hoge defense. Ik ga er weer voor, jongens. Double kick. Ah, zie je, we hebben weer 3 beurten nodig. Net 3 beurten nodig. Corphish doet gelukkig leer. Oké, let's go. Double kickie op zijn bakkes. 1. Gaan we het wel redden? Ja, we gaan het wel redden met een critical hitje. Woe, lekker. Oké, tweede trainster.
is verslagen. Gaan we dan nu wel een level omhoog? Nee, weer niet. Oké, laat ik eerst maar even die potions er doorheen jassen. Hoppakee, Ronald is weer stressvrij, jongens. Volgens mij hebben we nu nog 2 trainsters te gaan in deze gym. En hier staat er 1 van. Hallo, mevrouwtje. Een Remoraid. Zolang je geen bubble beam doet, ben ik tevreden, Remoraid. Let's go. Ja, double kick is niet echt een supersterke aanval. We gaan Remoraid wel in ieder geval in 2 keer verslaan. Dat is heel chill. Remoraid doet ook weer Whirlpool. Dat is hun favoriete aanval, volgens mij, jongens. Kijk, Remoraid heeft wel een betere attack. Dat zie je gelijk. Maar Remoraid verslaan we in ieder geval in 2 keer. Dus oké, dit is relaxed. Geef me ook jouw XP maar even. Wilbo gaat een leveltje omhoog. En de volgende is een Tootle. Double kick de Tootle. En dat worden 3 beurten zo te zien. Nee, 2 beurten. Oké, cool. Oké, Tootle doet waterpistool. Maar valt ook mee. Langzaamaan begin ik een klein beetje meer vertrouwen te krijgen in deze gym battle tegen Nessa straks. Maar ja, haar Pokémon zijn sowieso een paar leveltjes hoger. Dus die gaan mij sowieso meer pijn doen. Maar oké, Tootle is ook niet echt een probleempie. En dan hoop ik eigenlijk dat ik nog 1 battle moet doen. Want dan gaat Ronald nog even een leveltje omhoog voordat we deze finale tegen Nessa kunnen gaan doen. Staat hier nog een trainer? Nee! Dit was het gewoon zo te zien. Heb ik nog geen Firestone? Dan kan ik gewoon Wilbo nu al evalueren. Kan ik andere moves leren? Misschien kan ik Wilbo Swift leren. Ik weet niet welke moves Wilbo allemaal kent. Kijk, we kunnen sowieso Howl weghalen in plaats van Swift. Mocht het nodig zijn dat ik Wilbo gebruik, kent hij in ieder geval Swift. Ik ben echt bang voor Nessa, jongens. Ik ben oprecht bang voor Nessa. En daar gaan we door het poortje. Op naar waarschijnlijk de moeilijkste gym battle in deze game. Ik geef even een Oran Berry aan Wilbo. Ik weet niet waarom, maar misschien kan het net mijn ass saven. Waarom ben ik deze challenge gaan doen, jongens? Dit is toch niet grappig meer? Hoe moet ik dit nou gaan doen? Daar zijn we, met het vuur in mijn ogen. En daar is Nessa. En die zegt, welkom, welgeëerde gym challenger. Ik ben Nessa, sorry dat je mij moest zoeken. Mijn gym missie is moeilijk, maar je hebt het gered. Maar het maakt niet uit hoe goed je bent. Mijn partner en ik zullen jouw schip wel eventjes laten zinken. Oké, Nessa, we gaan dit doen. Ronald, ik heb alle vertrouwen in je. Wilbo, Don, kom op, jullie kunnen het backen. We beginnen tegen een Goldientje. En die Goldien is van level. Welk level? Ik ben heel benieuwd. Natuurlijk kunnen we weer Dynamaxen. Goldien is level 22. Oké, dit valt me mee. Wat ik kan doen is gelijk al Dynamaxen natuurlijk. Maar ik denk niet dat het heel veel zin heeft. Dus laat ik maar gewoon double kicken. Misschien heb ik die beurten straks wel heel hard nodig. Of misschien had ik toch moeten Dynamaxen. Oh, ik heb toch 3 klappen nodig voor Goldien. Nessa doet agility. Nessa, blijf alsjeblieft de hele battle lang agility doen. Oké? Daar ben ik super tevreden over. Oh, of niet, want nu is ze sneller met een waterpuls. En die gaat natuurlijk heel veel pijn doen. Oké, nog een keer een double kick op Goldien. 1 en 2. Nu moet ik even goed kijken hoe sterk double kick en hoe sterk quick attack is. Quick attack is 40. Ik hoop dat ik dit ga redden. Dat ik dit ga redden met een quick attack. Dat zou super lekker zijn. Ja, oké, nice. Goldien is down. 1 van de 3 is down. En Ronald groeit naar level 26. Dat is misschien nog wel heerlijker. Nu, Arokuda. Ik ga niet switchen. Ik blijf bij deze Pokémon. Ik moet ook Arokuda met deze Pokémon verslaan. En dat ga ik sowieso niet in 1 klap doen. En oh, Arokuda doet Aqua Jet. En dat is een snelle move. Die gaat pijn doen. Oké, double kick. Oeh, dit is wel nice. Dit is wel heel nice. Wat ik nu kan proberen, is om even een super potion te gaan gebruiken. Ik gebruik even een super potion op Ronald. Dan is hij weer full HP. Dan krijgen we misschien 1 klappie. Ja, we krijgen sowieso 2 klappen, denk ik. Want Aqua Jet is sneller. Ik denk niet dat ik het ga redden met een quick attack. Maar ik ga het toch proberen, omdat ik dan sneller ben dan Arokuda. Oh, hij houdt echt 1 HP over. Nee, joh. Het is tijd voor nog een super potion op Ronald. Full HP. Waarschijnlijk krijg ik weer een Aqua Jet inderdaad op mijn bakkes. Maar nu kan ik het gaan finishen met een quick attack, jongens. Let's go. Quick attack op Arokuda. Alright. Tweede Pokémon down. Misschien gaan we dit gewoon redden. Oh, dit zou super insane zijn. Misschien gaan we dit gewoon redden, jongens. We weten allemaal wat de derde Pokémon is van Nessa. Dat is een Dreadnought. Wat ga ik doen? Ik ga dus Wilbo eruit gooien. Die moet even 1 klappie opvangen. Zodat ik Ronald weer full HP kan maken. En Ronald kan laten Dynamaxen. En Nessa die zei, dit is mijn laatste Pokémon. Maar ik heb het beste voor het laatst waard. En dat geloof ik, want dit is haar freaking Dreadnought. Wat een baas. Dus, super potion op Ronald. Okidoki. Ja, en dan weten we wat er nu gaat gebeuren. Een gedynamaxed Dreadnought op de bakkes van Ronald. En als dat inderdaad een wateraanval is, dan heb ik gewoon een heel groot probleem. Althans, wel een ingecalculeerd probleem. Daar houden we wel rekening mee. Oh man! Dreadnought!
Volgens mij is Dreadnought wel een trage Pokémon. Dus dat zou wel schelen. Dreadnought doet Max Gacer. Ja. Dit gaat Wilbo niet overleven, jongens. Nee, sorry Wilbo. Maar wat we wel kunnen proberen. Ik hoop dat ik sterk genoeg ben. En ik hoop dat dit gaat werken. We boot Dynamaxen. En een Max Knuckle op zijn bakkes. Want Dreadnought is een Rock type. En Fighting Moves zijn super effectief op Rock. Dus dat zou ons geluk moeten zijn om deze Dreadnought gewoon te verslaan. Kom op, Raboot. Kom op. Doe dit voor mij. Meer dan de helft van zijn HP moet er nu af. En we moeten één aanval van Dreadnought zien te overleven. Dan gaan we dit redden. En anders... Nee, hij is nog sneller ook. Hoe kan hij sneller zijn? Hoe kan hij sneller zijn? Dit kan helemaal niet. Oh, man. Max Knuckle doet niet de helft damage. En nu? Nu is mijn attack omhoog. Holy shit, ik heb een max revive. Dus als ik straks down ga, dan kan ik donder uitgooien. En dan kan ik een max revive op Ronald gooien. Voor nu gebruik ik een super potion op Ronald. En dan hoop ik dus dat ik straks sneller ben als ik wel gedynamax ben. En Dreadnought niet. Maar ik weet niet of het zo werkt. Ik weet niet of deze game zo denkt. Laten we het hopen en laten we hopen dat deze niet critical is. Ik denk dat ik het net niet ga redden. Ik had echt al mijn hoop op Ronald gesteld dat hij sneller zou zijn dan die Dreadnought. Maar hij is gewoon niet sneller dan Dreadnought. Hij doet Razor Shell, die overleef ik niet. Dreadnought is te sterk, jongens. En Dreadnought is vooral te snel. Dit is heel naar. Wat is Razor Shell voor een move? Oh. Nee! Oh, dit wordt keihard trainen, man. Die Dreadnought sloopt mijn hele team. Oh, ik moet hier echt OP voor zijn. Ik moet hier echt, denk ik, allemaal level 30 Pokémon voor hebben om dit te fixen, man. Het enige wat we kunnen doen is gewoon keihard gaan trainen. Meer kunnen we niet doen. Oké, jongens, ik moet gewoon al mijn Pokémon gaan trainen. Een andere optie is er niet. Ik moet gewoon een beetje OP worden voor deze gym. Ik moet een betere fighting type move kennen ook eigenlijk. Want Double Kick is gewoon net niet sterk genoeg. Ja, en Ronald moet toch gewoon ietsje sneller worden. Ik had het niet verwacht. Ik dacht dat Ronald gewoon wel zo snel zou zijn dat ik gewoon veel sneller was dan die Dreadnought. En dat ik gewoon wel twee keer mijn Fighting Dynamax move kon doen. Maar ja, dat kon maar één keer. Daarna was ik dood en... Ik baalde van. Ik had gehoopt dat het gewoon zou lukken. Dus ik ga iedereen nu trainen. En dan gaan we het gewoon nog een keer proberen. Oké, jongens. Soms heb je teleurstellingen in je leven. En dan moet je gewoon weer opstaan en doorgaan. En dat is wat we nu gaan doen in deze tweede poging. Ik heb Ronald even flink getraind. Ronald is level 30. Don is level 26. En Wilbo is level 23. We zijn dus best wel een aantal leveltjes sterker als daarnet. En wat ik vooral hoop is dat we net even wat sneller zijn dan daarnet. Dat zou super chill zijn. Want ik denk eigenlijk dat ik het op snelheid uiteindelijk verloren heb daarnet. We gaan het gewoon nog een keer proberen, jongens. We zien het wel. Ik hoop dat het gaat lukken. Poging 2. Let's go. Oké, Goldeen. Als jij weer even begint met agility, dan maak je mij super blij. Ik begin net als daarnet met double kick. En nu heb ik inderdaad maar twee keer nodig om deze Goldeen te verslaan. Goldeen, ja, begint met waterpuls. Dat is toch wel even een tegenvalletje. Krijgen we toch wel even wat damage. Dit meen je niet, mijn belangrijkste Pokémon is confused. Maar ik gebruik gelukkig wel double kick. Dus ik versla Goldeen. Beter snappen we straks wel uit die confusion. Want dat kan ik echt niet gebruiken op dit moment. Ik heb Ronald namelijk sowieso nodig tegen Dreadnought. Als ik Ronald niet kan gebruiken tegen Dreadnought, dan gaat het hem sowieso niet worden. Oh, en hij gaat weer verder met Aqua Jet, jongens. Oh, en dan Confusion. Ja, Confusion dingen. En ja hoor, ik sla mezelf. Helemaal leuk. Daar gaan we weer, jongens, met onze Super Potions. Wat verdorie. Bedankt, hè, Goldeen. Oké, opnieuw. Aqua Jet. Ik ga het nog een keer proberen. Double kick. En nogmaals een Aqua Jet op mijn bakkes. En we zijn nog steeds confused. Tot verdikkie, man. Moet ik opnieuw een Super Potion gaan gebruiken? Want voordat ik tegen Dreadnought moet, moet ik gewoon niet meer confused zijn, jongens. Daar komt hij. Aqua Jet. Ik ga gewoon even een Fire-type move gebruiken. Want ik wil Arokuda helemaal nog niet verslaan. Oké, we zijn nu uit de confusion. Top. En ik versla Arokuda toch. En mijn speed gaat omhoog. En dat zou wel eens een hele belangrijke kunnen zijn, jongens. We gaan hetzelfde doen als net. We gaan Wilbo opofferen tegen Dreadnought. Wilbo, sorry man. Jij bent vandaag mijn kamikaze persoon. Oké, hetzelfde als net. Super Potion op Ronald. Daar gaat hij weer, hoor. Ja, Wilbo gaat helemaal niks overleven tegen Nessa. Dat kan niet. Oh, Max Gazer op Wilbo. Oh, hij overleeft het wel.
Oh, dat is super nice. Dat betekent dat hij al 2 beurten kwijt is van zijn Dynamax. Dus dat is nice. Oké, Wilbo, ja ook. Ja, nou ja. Het heeft denk ik niet heel veel zin, deze Barry. Maar toch. Wilbo, heb je Quick Attack? Nee, Wilbo heeft geen Quick Attack. Wilbo, ben je sneller? Nee, Wilbo is ook niet sneller. Maar hij doet het al beter dan de vorige beurt, man. Nice. Oké, nu heb ik 2 keuzes. Ga ik Donder uitsturen om zo die laatste Dynamax beurt van Dreadnought te ontlopen? Of ga ik Ronald uitsturen? Ga ik vol op de aanval? Hoop ik dat ik sneller ben? En kan ik Ronald een keer reviven als ik het niet red? Laten we hopen dat ik nu sneller ben. Als ik nu sneller ben, dan geloof ik wel dat ik dit ga redden. Als ik niet sneller ben, dan ben ik nog steeds de Sjaak. Mag ik sneller zijn? Mag ik sneller zijn? Mag ik sneller zijn? We gaan in ieder geval Dynamaxen. Kom op, Reboot. Please be faster than that freaking Dreadnought. Werkt mijn tactiek of niet? Nee! Hij is nog steeds sneller. Hoe is zo'n trage schildpad zo snel? Dit klopt van geen kanten. Dit kan niet. Dit is onzin. Oh, ik vind het zo oneerlijk. Oké, Max Knuckle doet bijna de helft damage. En wat wordt er nu geboost? Mijn attack wordt weer geboost. Oké, hij is nu klaar met zijn Dynamax fase. Ik wil sneller zijn, jongens. Nee, ik ben nog steeds niet sneller. Hij doet Razor Shot. Zelfs met een level 30 Pokémon red ik dit niet. Ja, het maakt eigenlijk niet meer uit wat ik doe. Als ik revive ben ik toch niet sneller. En met Don kan ik niks doen. Het is kansloos. Het is kansloos. Dit gaat niet. Dit kan niet. Ik heb weer verloren. Ik weet niet meer hoe ik dit moet doen. Moet ik nou serieus nog meer gaan trainen? Moet ik serieus Ronald laten evolueren om dit te kunnen fixen? Hoe is zo'n freaking schildpad zo snel? Schildpadden zijn de traagste wezens in de wereld. Misschien moet ik Wilbo meer gaan trainen. Die overleeft in ieder geval een klap van Dreadnought. Oh man. Wat heb ik mezelf aangedaan. Jongens, doe in ieder geval toch even een blauw duimpje als je deze serie tof vindt. Als je mijn struggle tof vindt, abonneer dan ook zeker even op dit kanaal. Want we gaan het gewoon nog een keer proberen in de volgende aflevering. We moeten nog meer gaan trainen. Er zit niks anders op dan dat. Soms moet je gewoon flink trainen om je doelen te bereiken in het leven, jongens. Wil je mijn livestream game? Volg me op twitch.tv/Rickachu. En doe dat ook even op Insta. En dan zie ik je op Insta, op Twitch, op Twitter of gewoon bij de volgende video. Mazzel!